goeiedag en hartelijk welkom bij Autisme TV. Dat is een uniek project, mogen we wel zeggen. 5 dagen lang gaan wij programma's uitzenden via internet over autisme. Dat doen we omdat het Autismeweek is. Morgen is het zelfs Wereld Autismedag, dus je kan zeggen het is het moment om aandacht te vragen voor deze aandoening autisme. 5 programma's gaan wij maken en die zijn op bijzondere manier tot stand gekomen, namelijk via de social media, dus via u. Eigenlijk is Autisme TV een vorm van crowd TV. En we hebben de afgelopen weken veel reacties binnengekregen. U heeft enthousiast gereageerd. Reacties, verhalen. En met die reacties en verhalen hebben wij dus uiteindelijk 5 uitzendingen samengesteld. Samen kennis en ervaring delen, dat is toch wat we moeten. Daar worden we sterker en wijzer van. 1 op de 100 mensen heeft autisme. Dat betekent dus dat er in Nederland zo'n 160.000 mensen met autisme zijn. En die mensen hebben familie, vrienden, collega's. Dan zijn er nog mensen die professioneel zorg en hulp verlenen aan mensen met autisme. Dus misschien hebben we wel 500.000 mensen die direct of indirect te maken hebben met autisme. Voor hen allemaal is Autisme TV interessant. Dus als u iemand kent van wie u denkt die zou ook naar Autisme TV moeten kijken, stuur dan een mailtje met een kijktip. Heeft u nu tijdens of na de uitzending behoefte om te bellen, dan kan dat. Wij hebben een telefoonteam daarvoor klaar zitten. Het nummer is 026-3333, dus 4x3-037, dus 4x3-037. 3 gasten in deze uitzending, die wil ik graag aan u voorstellen, aan jullie voorstellen. Hartelijk welkom, Merel van Vroonhoven. Dank je. In het dagelijks leven lid van de directie van de Nederlandse Spoorwegen. Moeder van een zoon van autisme, vicevoorzitter van de NVA, de Nederlandse Vereniging van Autisme, en ook nog lid van de werkgroep. Komt dat allemaal wel eens een keer samen? Ja, dat is een goede vraag. Dat komt absoluut samen. Op verschillende manieren. Natuurlijk gewoon in het dagelijkse leven waarin je als gezin te maken hebt met een kind met autisme. Maar ook op het werk, gewoon bij de Nederlandse Spoorwegen, waar wij een heleboel verschillende mensen hebben werken. Maar ook zeker een heleboel mensen met autisme. Dus wat dat betreft zijn die werelden eigenlijk heel goed te combineren. Ze zijn minder gescheiden dan wel eens voorgesteld wordt. Ja, absoluut. En het aardige is, wat ik zelf heel erg merk, is dat we als mens vaak de neiging hebben om de wereld door onze eigen spiegelende glazen te bekijken. Dus dat betekent dat mensen die anders zijn dan wij, dat we die toch een beetje griezelig vinden. En tegelijkertijd blijkt, als je die bril afzet, dat we eigenlijk helemaal niet zo anders zijn. En dat het ook heel erg leuk is dat je anders bent. Dus dat is iets wat zowel in het werk geldt als thuis. Dus een beetje meer verplaatst in hoe de ander in elkaar zit. Dan zie je ook dat er een heleboel talenten zijn die je anders misschien niet ontdekt. En die heel zinvol zijn, ook bijvoorbeeld in een werkomgeving. De ander die ook anders is, zit naast je. Hè? Zo mag ik het noemen? De ervaringsdeskundige. Ja, Ivo ben jij. Hartelijk welkom. Jij bent Ivo van die bekende DVD. Ik heb hem hier liggen nog. Kent u hem allemaal? Denk het wel. Iedereen die met autisme te maken heeft gehad, op enige wijze kent deze DVD wel. Ivo, een jongen met Asperger. Dat ben je nog steeds. Je bent wel ietsje ouder geworden. Ja, zo lang. Ja. Ziet er een beetje anders uit. Ja. Ja. Hoe oud ben je nu? 23. Word je nog steeds aan die DVD herinnerd? Niet heel vaak, maar ik heb nog geregeld contact met de mensen met wie ik de DVD gemaakt heb. Dus daar heb ik halfjaarlijks een etentje mee. Het is gewoon, je zou kunnen zeggen dat het wel vrienden zijn van mij. Wat leuk. En waar hebben jullie het dan over? Van alles en nog wat, maar vaak gaat het over de dingen die ik meemaak in het hoger onderwijs waar ik nu zit. De problemen waar ik mee zit en de manieren waarop ik mijn autisme tegenkom. Dat blijft terugkomen, dus dat is altijd gespreksvoer. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, over hoe het nu met je gaat. Heb jij veel reacties gehad op het feit dat jij de jongen was met Asperger? Niet rechtstreeks reacties. Ik heb wel via Saskia, degene met wie ik toen de DVD heb opgenomen, gehoord dat er mensen haar gevraagd hebben, hoe gaat het nou met Ivo? Maar zelf ben ik maar 1 keer herkend. Een keertje in Technopolis was ik met een begeleider op stap en die zei van, hé, je bent toch die jongen van die DVD? Ik zei, ja. En verder is dat niet meer gebeurd, maar ik had ook niet verwacht dat er heel veel mensen mij zouden herkennen. Nee, maar het heeft natuurlijk wel een enorme betekenis gehad voor veel mensen. Dat jij zo duidelijk een portret gaf van een jongen met Asperger. Heeft jou dat goed gedaan? Ja, ik weet niet. Ik ben er niet zo mee bezig wat mijn rol is in de autismewereld. Ik denk er wel eens over na. Ik ben vooral blij dat ik het zo goed kan vertellen.
Ik dacht zelf dat er mensen die meer kennis hebben op het vakgebied meer over zou kunnen vertellen. Maar blijkbaar is de manier waarop ik dingen uit kan leggen uniek. Ik weet niet. Jij kunt het beter dan onze derde gast misschien, Matt van der Rijden. Yeah. Hartelijk welkom ook, geneesheer directeur van Leo Kannerhuis, Centrum voor Autisme. Heeft hij gelijk? Nou, ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik merk dat ik bijvoorbeeld probeer om een soort beeld te vormen van hoe autisme nou precies in elkaar zit. En ik vind het soms ook ingewikkeld dat het bij de ene persoon er net even iets anders uitziet dan bij de andere persoon. Maar als je de tijd neemt en je laat iemand met autisme precies gebeurt in zijn binnenwereld en hoe die over dingen nadenkt en waarom die dingen doet, dan wordt het eigenlijk ook wel weer heel erg logisch. En ik denk dat mensen met autisme dat vaak heel goed kunnen, dat ze dat heel goed kunnen uitleggen. Maar wil je dat aan een breder publiek kenbaar maken, dat je het initiatief hebt genomen tot deze week, 5 dagen lang, een uur lang autisme TV? Ja, kijk, in het Dr. Leo Kannerhuis behandelen we alleen mensen met autisme, kinderen en volwassenen. En wat wij heel erg belangrijk vinden is de emancipatie van mensen met autisme en ook het inzicht dat mensen met autisme heel veel vaardigheden hebben. En we gaan ook op zoek naar een plek in de maatschappij voor mensen met autisme. En daarvoor moet je in de behandeling de mensen met autisme een klein beetje in de richting van die maatschappij laten bewegen en uitleggen hoe dat werkt. Maar aan de andere kant moet die maatschappij ook in de richting van mensen met autisme bewegen. En het Leo Kannerhuis laat wat dat betreft geen kans voorbij gaan om dat duidelijk te maken en dus ook veel over autisme te vertellen. En in het verleden hebben we al vaak zaken gedaan voor de Week van het Autisme. En dit jaar zijn we eigenlijk heel trots dat het dit geworden is. Want dat past ook heel erg bij de richting die het Leo Kannerhuis aan het opgaan is. Toch heb ik, ondanks al die inspanningen van een ieder wel het idee dat je het nog steeds moet uitleggen. Ja. Een groot gedeelte niet weet wat autisme is. Het woord autisme roept heel veel verschillende beelden op. Veel mensen worstelen, als je ze daarna vraagt, met een duidelijk helder antwoord. En dat illustreert dit filmpje ook wel een beetje. Ja, kijk, een autist, dat is iemand die richt zich op één punt. Hè. En die kan in sommige dingen heel goed zijn en in andere dingen weer niet. Ja, we moeten zeggen, een beetje vreemd. Als ze vreemd overkomen ook, hè. Met gebaren en zo. Maar sommigen merken niet veel aan. Kan ik eigenlijk niet vertellen wat er bij het over gaat. Dat zijn mensen die een beetje spastisch zijn of zo. Een beetje spastisch, een beetje, ik wil niet zeggen, een beetje Down-syndroomachtig alleen. Je ziet het niet aan hen. Nou ja, het zal wel iets zijn met mensen die zich niet goed kunnen bewegen. Toch? Of niet? Mensen die moeilijk contact maken, moeilijk aankijken. Dus mensen leven in een andere wereld, in de eigen wereld, denk ik. Heel erg op details, maar wel met deze kleppen. En daar moeilijk over kunnen communiceren, als het ware. Ik denk dat mensen routines nodig hebben. Dus dat je daar niet van moet afwijken. Ja, het is. Stoornis is een beetje moeilijk om dat te vertellen, maar het is wel een stoornis natuurlijk. Je moet er heel veel tijd in steken en dat soort figuren. Ja, en dan komt het allemaal goed, want autisme wil niet zeggen dat je dom bent of dat je stom bent. Nee, je doet het alleen iets langer, dat doe je erover. Dan maak het uit. Ja, we zaten al een beetje te praten over jouw reacties, hè? Want bij de ene zei je van ja, en bij de andere spastisch. Dat is toch een heel ander beeld. En noem jij het een aandoening? Noem je het een stoornis? Ja, een ontwikkelingsstoornis is een woord dat ik prima vind passen. Het is niet dat je iets fout doet, niet dat er iets mis met je is, maar je bent op zo'n manier anders dat het niet functioneert binnen de huidige maatschappij, zoals voor de meerderheid gezegd is. Is er een duidelijk antwoord te geven op de vraag wat is autisme? Nee, dat is ingewikkeld, hè? En dat ontwikkelt zich ook als je kijkt naar hoe de wetenschap zich ontwikkelt. We krijgen zo meteen nog wat filmpjes te zien die te gaan over deelgebieden van wat gebeurt er nou precies in de hersenen als je autisme hebt. En ik probeer altijd het een beetje weer te geven met een soort beeld, waarvan ik ook heel benieuwd ben wat Ivo daarvan denkt. En dat heeft ook te maken met dat er recent veel onderzoek is geweest wat aangetoond heeft van nou, dat er toch in de hersenen van mensen met autisme veel dingen anders zijn, veel meer dan we in het verleden ook wel dachten. He, daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook wel verklaren dat ze bijvoorbeeld motorisch soms wat onhandiger zijn dan mensen zonder autisme. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen van als de hersenen zich ontwikkelen,
dan zie je hersencellen die een hele gespecialiseerde functie krijgen. En je ziet hersencellen die verbindingen leggen tussen die gespecialiseerde hersengebieden. En als je denkt aan een ingewikkelde handeling, zoals bijvoorbeeld fietsen, dat lijkt op zich niet ingewikkeld, maar je moet daarvoor balanceren, je moet sturen, je moet trappen, je moet op het verkeer letten. Je moet eventueel met degene die naast je fietst, moet je praten. Dus dat betekent dat die hersenen, die gespecialiseerde hersencellen, heel snel met elkaar moeten kunnen communiceren. En als je die gespecialiseerde hersencellen nou ziet als bijvoorbeeld de leden van een symfonieorkest, om het zo maar te zeggen, dan zie je bij mensen met autisme dat op sommige plekken in dat symfonieorkest, ja, is dat fantastisch ontwikkeld. Daar zitten hele goede solisten, zal ik maar zeggen. Maar op sommige plekken zitten ook solisten die net begonnen zijn. En als je nou met iemand met autisme bijvoorbeeld bezig bent met iets waar ze heel erg goed in zijn, ja, dan klinkt het prachtig. Dan heb je een prachtig kwartet, bij wijze van spreken, als onderdeel van dat orkest. En dat geeft ook vaak de reactie van de buitenwereld van er is toch helemaal niet zo heel veel mis met deze jongen of dit meisje. Want kijk eens hoe fantastisch dat gaat. Maar op het moment dat je aan het hele leven mee moet doen en je dus eigenlijk als het ware een soort symfonie moet spelen, ja, dan merk je ook dat er op sommige plekken muzikanten zitten die nog niet zo goed kunnen musiceren. Wat vind je van dit beeld hiervan? Het klinkt alsof je een beetje een metafoor vervangt met weer een metafoor. Want als je naar die solisten zelf gaat kijken, dat zijn natuurlijk weer die artiesten. Maar ja, dat, ik zou het zo niet weergeven, maar het, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Jouw zoon heeft PDD-NOS, ja. Hè, dus die heeft de kenmerken van autisme. Wat zeg jij daarover tegen anderen? Zeg jij mijn zoon is autistisch? Zeg jij mijn zoon heeft PDD-NOS? Nee, of zeg je daar helemaal niets over? Nee, ik zeg daar wel iets over. Dat is overigens nog best wel een soort van dilemma geweest voor mij. Omdat ik dacht, ja, ik kan dat wel beslissen om daarover te gaan praten. Terwijl hij nog klein is. En ja, misschien wilde hij dat wel helemaal niet. Dus dat vond ik wel een soort moment dat ik dacht, kan ik dat eigenlijk wel doen? Inmiddels merk ik gewoon dat dat eigenlijk ook voor hem fijn is. Ook al wil hij is op dit moment 11, dus hij is nog niet daar heel erg mee bezig. Het is nog geen puber. Het begint wel bijna te komen, volgens mij. Maar wat ik, dus ik zeg meestal, hij heeft autisme. Dat is wat ik. En dan leg ik uit. Probeer ik uit te leggen, wat is dat dan? En dan zeg ik altijd, dat heeft heel erg te maken met. Jij komt hier binnen, bijvoorbeeld in de studio. En je ziet meteen in één keer, dit is een studio. Er staan camera's, er zitten mensen, felle lichten. En voor hem is dat zo dat hij eerst dit kleine stukje van de microfoon ziet. Dan ziet hij daar een klein dingetje in van de lamp. En het zijn een soort puzzelstukjes die hij in elkaar moet zetten. En dat duurt langer dan als ik hier binnenkom. En dat betekent dat dus als er heel veel tegelijkertijd verandert, dat dat voor hem ingewikkeld is. En op die manier probeer ik dat is ook weer een metafoor trouwens. Maar probeer ik het zo uit te leggen. En ook uit te leggen dat het niet betekent dat hij het uiteindelijk niet kan begrijpen, maar dat sommige dingen gewoon in een ander tempo moeten of met meer bewustzijn. Ja, dus ook weer die individuele benadering zoals jij dat die metafoor gebruikte van dat orkest. Zegt hij zelf dat hij autistisch is? Hij vindt dat nog moeilijk om daar iets over te zeggen. Inmiddels wel, want hij zit op een speciaal onderwijs en daar hebben al zijn vriendjes hebben autisme, dus dan is dat toch iets wat meer normaal geworden is. Maar hij wil eigenlijk toch het liefst normaal zijn. Hij zegt dan wel van ik heb dat nou eenmaal, dat autisme, en ik kan daar ook niks aan doen en daarom doe ik dat. En niet om jou pijn te doen of om vervelend te doen, hè, tegen zijn broertje, want soms is dat natuurlijk best ingewikkeld. Dus inmiddels zitten we wel in de fase dat dat voor hem ook houvast geeft waarom hij bij sommige dingen anders reageert dan anderen. Jij zei net, dat blijkt steeds duidelijker uit onderzoeken van ook de afgelopen jaren, dat het in de hersenen anders functioneert. Komt het nog voor, dat zoals je dat vroeger veel hoorde, dat men het aan de ouders toerekent en zegt het is een kwestie van opvoeding? Nee, dat komt eigenlijk niet meer voor. Zeker niet op de manier zoals dat in eerste instantie werd weergegeven. Wat wel duidelijk is, is dat, dat het vooral een genetische kwetsbaarheid is, zoals dat heet. En dat omgevingsfactoren, inclusief de opvoeding, wel enige invloed hebben. He, maar zoals dat vroeger was van de ijskastmoeders, bij wijze van spreken. Nee, zo kijken we daar lang niet meer tegenaan. Nee. Ook kan ik me wel voorstellen dat als je in een bepaalde situatie zit, ook als moeder,
dat mensen, als ze niet weten dat er sprake is van autisme, wel kunnen reageren. Ja. Als zijnde. Nou, dat is heel ingewikkeld. Die Merel die voet haar zoon niet goed op. Nou, ik heb daar wel voorbeelden van. Dat we gingen tennissen. Dat is een paar jaar geleden. En dan ging hij op de tennisbaan en dan stond hij. En toen sloeg hij een bal verkeerd. Toen ging net iemand een foto maken. Nou, toen smeet hij zijn tennisring. Hij begon zijn middelvinger op te steken. En viel bijna die man aan. Want hij had het gevoel dat hij uitgelachen werd. Of dat hij eigenlijk... Ja, op het feit dat hij fout deed met die bal, dat dus eigenlijk was om hem te pesten. Op zo'n moment voel je je als moeder om twee redenen eigenlijk heel, is dat heel ingewikkeld. En voel je je ook ergens ook heel onmachtig, omdat je aan de ene kant had ik heel veel te doen met hem. Omdat ik dacht, god, wat een verdriet dat hij het gevoel heeft dat als je tennis, dat dit gebeurt om hem uit te lachen. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Maar ook zelf heb je toch een soort van schaamte. Naar de omgeving, omdat je denkt, ja, die mensen denken ook, wat is dit voor een raar kind en wat doet die moeder en voedt die moeder ze wel op. Dus het helder maken naar je omgeving en uitleggen wat het is aan vriendjes, op de tennis, dat was ook een van de overwegingen waarom ik dacht, er moet gewoon veel meer over gesproken worden. Want dan is er meer begrip. En dan wordt het dus ook veel, en dan krijg je niet wat sommige ouders hebben, die denken, ik ga maar nergens meer heen. En dan word je heel eenzaam. En voor het kind is het niet goed, maar het is voor jezelf ook niet goed. Ja, nou, het is misschien ook een goede illustratie van het feit... dat niet alleen de... als we het dan de ontwikkelingsstoornis noemen... dat niet alleen de ontwikkelingsstoornis ertoe doet... maar zeker ook het levensverhaal van iemand met autisme. Hè? Want soms komt er ook nog eens een verdieping bovenop. Omdat als je dit soort dingen meemaakt... dan zie je dat die neiging om jezelf terug te trekken... alleen nog maar versterkt wordt. En dat is natuurlijk een van de dingen die fijn is in de behandeling. Dat je kan proberen om dat dan vervolgens weer af te pellen. Je had het net al over die filmpjes. Dus laten we dan nog eens gaan uitleggen prima. Wat er nou precies gebeurt in die hersenen van mensen met autisme. Dan worden er altijd drie begrippen vaak genoemd. De theory of mind, de centrale coherentie en de executieve functies. Nou, laten we beginnen met die theory of mind. We hebben daar een animatie over. Theory of mind. Wat wordt daarmee bedoeld? Een alledaagse scène van twee vrouwen. De een kijkt naar de ander kijkt weg. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Onze hersenen moeten hard werken om deze complexe boodschap te begrijpen. Emoties moeten worden herkend. Lichaamstaal moet worden begrepen. En als er wat gezegd wordt, moet de taal worden geïnterpreteerd. De hersenen moeten al die informatie razendsnel verwerken, zodat je je kunt verplaatsen in die ander. En begrijpt wat er aan de hand is. Dit soort dingen gaat niet vanzelf. Dat leer je vanaf je geboorte. Bij een normale ontwikkeling leert een baby vanaf de geboorte het gedrag van andere mensen te begrijpen en te imiteren. Zo leert een baby dat als er iets leuks wordt verteld, dat daar lachen en plezier bij hoort en dat je dat kunt beïnvloeden. Een baby leert ook hoe je iemand boos maakt en hoe je zelf boos moet doen. Verbanden worden herkend. Een baby leert zo verschillende soorten emoties en reacties herkennen en begrijpt gaandeweg wat ze betekenen en in welke situaties ze worden gebruikt. Dat noemen ze de ontwikkeling van de theory of mind. Het is alsof een grote rugzak gevuld wordt met ervaringen. Met een goed gevulde rugzak kun je het gedrag van een ander voorspellen en begrijpen. Je kunt je voorstellen hoe een ander zich voelt of wat de ander denkt. Je begrijpt dat een ander andere dingen denkt dan jijzelf. Bij mensen met autisme lijkt het alsof de rugzak met ervaringen minder vol zit. De ontwikkeling van de theory of mind verloopt anders. Er is vanaf de babytijd al minder gericht kijken en minder imitatie. De behoefte aan gedeelde aandacht is in de regel verminderd of afwezig. Doordat de ontwikkeling van de theory of mind anders verloopt, hebben mensen met autisme grote moeite met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen of emoties. Uitdrukkingen van boosheid, ergernis of blijdschap worden moeilijk begrepen. De informatie komt wel binnen, maar blijft niet hangen, lijkt geen plek van betekenis te krijgen. Als je niet kunt zien wat de ander bedoelt, hoe de ander zich voelt, als de context van een boodschap niet helder is, is de wereld moeilijk te begrijpen. Een situatie als deze zal bij mensen waarbij de theory of mind beperkt ontwikkeld is, dan ook niet goed worden begrepen. Door gebrek aan inlevingsvermogen begrijpen ze de bedoeling,
de intentie van andere mensen niet. Die rugzak. Ben je het ermee eens? Ja, in die zin dat je moet een bepaalde manier zien te compenseren voor de dingen die voor jou lastiger zijn dan voor normale mensen. Normale mensen, neurotypicals dan. Er zijn autisten die uiteindelijk inderdaad heel goed leren compenseren en die, waarvan je bijna niet merkt. Maar de onderliggende problematiek die is daar niet minder door. Je ziet het alleen niet. En er zijn mensen die ja, daar gewoon niet in slagen, die het niet lukt om een mechanisme aan te leren om te compenseren en die steeds problemen blijven hebben. Maar rugzak, ja, zo zou ik dan zeggen. Wat? Ja, nee, ik denk dat het een heel goed beeld is, het beeld van die rugzak. Hè? En ik denk inderdaad dat mensen met autisme ook veel ervaringen opdoen waarmee ze de rugzak ook wel kunnen vullen. Alleen het kost vaak ook veel meer tijd om de situatie te lezen. Hè? En dat is ingewikkeld. Je kan het filmpje ook zo bekijken dat je denkt, dus is sociaal verkeer helemaal niet mogelijk tussen... Nee, maar dat is niet zo. Nee. Hè? Dat is niet zo. Daar kunnen we mensen met autisme heel veel over leren. Die leren zelf ook heel veel. En die kunnen zelf ook wel die rugzak wat vullen. Alleen de ervaring is wel dat het gewoon wat meer tijd kost om een situatie te lezen. Terwijl we in de sociale interactie het eigenlijk noodzakelijk is om het onmiddellijk te begrijpen. Hè, zo zit onze wereld in elkaar. Maar zo'n voorbeeld als met op de tennisbaan. Ja. Hoe kan je dan op een andere manier de rugzak vullen? Ja, het aardige is dat je natuurlijk daar wel heel goed samen over kan praten. Ik met hem. Dus inmiddels zijn we ook weer een paar jaar verder. Dus die rugzak die blijft niet zo klein. Hè? Die wordt in de loop van de tijd ook wel gevuld. Deels door aanleren van compenserend gedrag. Maar ook doordat hij ook gewoon blijft ontwikkelen. De ontwikkeling stopt niet op een gegeven moment. Dus wat je ziet is dat hij nu, als hij dit nu meemaakt. Hij zit inmiddels op voetbal. Nou, dan gebeurt het ook wel eens dat iemand een bal tegen je aanschopt en dat het net verkeerd valt. Vroeger zou hij dan die ander hebben aangevallen, want hij dacht, dit is een aanval op mij. Nu begrijpt hij, wordt hij even boos, maar zegt hij daarna ook meteen, ja, sorry, ik had niet boos moeten worden. Dus daar zijn allemaal, dus dat kan je allemaal wel leren. Het duurt alleen langer. En ik vind overigens die rugzak ook wel heel erg mooi als metafoor voor mezelf. Want mijn eigen rugzak wordt ook heel erg gevuld, juist door om te gaan met mensen die anders zijn dan ikzelf, in dit geval mijn eigen kind. Dus volgens mij is het de rugzak van autisten wordt gevuld, maar ook van mensen die niet autistisch zijn. Ja, en sommige mensen die niet autistisch zijn, die laten die rugzak helemaal niet vullen. Nee, dat is ook het geval. Ja, absoluut. Als we gaan hebben over communicatie van mensen tegenwoordig. Absoluut. Goed. We houden het over de theory of mind. De tweede die wij noemden was centrale coherentie. Ook daar hebben we een animatie over. Centrale coherentie, wat is dat? Er komen in het dagelijks leven enorm veel prikkels op ons af. Deze prikkels pikken we op via onze zintuigen. Deze prikkels komen in feite afzonderlijk onze hersenen binnen en worden op verschillende plekken in onze hersenen verwerkt. Maar daar blijft het niet bij. Wanneer de hersenen de signalen hebben ontvangen, wordt de informatie direct doorgegeven aan andere hersengebieden. Op die manier wordt de informatie uit de verschillende hersengebieden met elkaar verbonden. Door deze verbinding krijgt de informatie betekenis. Dat denkvermogen noemen ze centrale coherentie. Mensen met autisme hebben vaak een beperkte centrale coherentie. Een verstoring in de communicatie tussen de verschillende hersengebieden. Informatie van de verschillende zintuigen wordt niet goed met elkaar verbonden. En er ontstaat geen totaalplaatje. Daardoor krijgen voorwerpen en situaties onvoldoende betekenis. Een kind met autisme zou zomaar kunnen denken dat er een feestje is als het een winkel met feestartikelen binnenkomt. Het beoordeelt de feestartikelen niet in relatie tot de winkel. Onze hersenen maken voortdurend keuzes in welke prikkels belangrijk zijn en welke niet. Er is een belangrijk filter aan het werk om details van hoofdzaken te scheiden. We selecteren de belangrijke informatie en gaan daarmee aan de slag. De minder belangrijke informatie wordt niet opgeslagen. Bij veel mensen met autisme werkt dit systeem van selecteren minder goed. Alle informatie wordt als even belangrijk opgeslagen. Elk detail is van even grote waarde. Als een kind met autisme gevraagd wordt een kilo appels af te wegen, dan kan het gebeuren dat het precies een kilo wil afwegen. Niet ietsje meer en ook niet ietsje minder.
Als iemand het woord huis gebruikt, dan kan dat groot of klein zijn, van hout of van steen, met een puntdak of met een platdak. Maar we begrijpen in algemene zin wat met de categorie huis wordt bedoeld. We hebben de hoofdkenmerken van huis te pakken. Maar bij mensen met autisme zijn alle kenmerken van even groot belang. Er is geen algemeen beeld van huis. De voorstelling van het begrip huis komt moeilijk tot stand. Dat geldt ook voor de waarneming van sociale situaties. Iedere situatie voelt als nieuw en is iedere keer weer anders. Alsof het voor de eerste keer weer binnenkomt. Van Google klinkt dat zo. Centrale coherentie. Erg leuk, Ivo. Het is jammer dat de mensen thuis niet kunnen horen welk commentaar jij steeds levert op al die filmpjes. Komt centrale coherentie voor bij alle autismevormen? Nou, het is, eigenlijk moet je zeggen, centrale coherentie is de term voor wat, als ik het nou maar even zo mag zeggen, niet-autisten over het algemeen doen. Namelijk dat ze heel snel al die informatie bij elkaar brengen om te beseffen wat er gebeurt en wat er van ze gevraagd wordt. En eigenlijk zou je moeten zeggen, mensen met autisme hebben een gebrek aan centrale coherentie, oftewel zijn gericht op details. En dat wil niet zeggen dat het bij alle autisten voorkomt of even sterk is. En ik denk dat het ook goed is om te zeggen, het is ook een eigenschap, gebrek aan centrale coherentie, die je in sommige situaties enorm goed kan helpen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld, ik denk dat je een hele goede speurder kan zijn als je heel erg let op details. Hè? Bijvoorbeeld Sherlock Holmes, dat is weliswaar een romanfiguur, maar daarvoor wordt ook wel gezegd dat hij autistisch is. Want een van de dingen die er gebeurt is, die neiging tot centrale coherentie maakt dat je heel snel zaken die je ziet interpreteert in een bepaald kader. Dus bijvoorbeeld de jonge weduwe van een miljonair of wat dan ook, die net overleden is. Nou, als je dat moet gaan onderzoeken als rechercheur, dan zal je misschien al gauw denken van nou, ik weet wel hoe dit in elkaar zit en ik weet wel wie het gedaan heeft. He, maar iemand met autisme zal veel meer letten op van ja, maar dit detail past daar echt niet bij. Dus we moeten verder gaan. Hè? En we moeten beter kijken. Dus gerichtheid op detail kan je ontzettend helpen. En dat zien we bijvoorbeeld ook in de ICT. Vaak zien we dat mensen met autisme ontzettend goed zijn in het opsporen van net dat ene kleine foutje in bijvoorbeeld software of iets dergelijks. Hè? Omdat ze zo op detail letten. Wanneer zit het je dwars? De detailverwerking? Ja. Het belangrijkste voorbeeld dat ik zou kunnen noemen is wat gebeurde in mijn vorige DVD inderdaad. Dat ik toen ik begon aan de universiteit en ik colleges van 2 keer 2 uur achter elkaar begon te volgen. Ik had zelf gedacht dat het niveau zo hoog zou zijn en dat het probleem zou vormen. Ondanks dat ik dacht, als ik hard werk, dan kan ik het wel aan. Maar na een dag waarbij ik zo'n blokuur na blokuur colleges had gehad, stort ik gewoon in. Ik kon gewoon niet de belangrijke zaken, de hoofdzaken van de bijzaken scheiden. Dus ik zat te kijken en ik nam alles op. Ik kreeg niet eens de tijd om te verwerken wat ik zojuist gezien had, want er kwam alweer een nieuwe slide. En op die manier was ik gewoon volkomen overbelast, omdat ik niet een automatisch mechanisme had om het in één keer makkelijk samen te vatten in mijn hersenen en op te slaan. En na een tijdje kon ik dat gewoon niet meer hebben en moest ik de universiteit verlaten. En dat kwam heel hard aan. Daar wil ik het zo nog even verder met je over hebben. Laten we even dat rijtje afwerken. We hebben de Theory of Mind gehad, centrale coherentie. En dan hadden we nog die executieve functies. Ook daar is een animatie over. Executieve functies. Wat wordt daarmee bedoeld? Om boodschappen te doen moet je een plan maken. In je hoofd. Je moet bedenken wat je gaat kopen. Waar je naartoe gaat. Hoe je daar naartoe gaat. Hoeveel geld je meeneemt. Hoe lang het gaat duren. Dat klinkt simpel, maar is best ingewikkeld. Het bedenken, organiseren en plannen van al die dingen. Onze hersenen zijn normaal in staat dit proces te organiseren en aan te sturen. Stap voor stap voeren we het plan uit. Bij mensen met autisme is de regelende en organiserende functie niet voldoende ontwikkeld. Ze kunnen zich moeilijk voorstellen welke stappen er nodig zijn, hoeveel tijd het gaat kosten en hoe je een plan maakt. Een kind met autisme kan bijvoorbeeld grote moeite hebben om 's ochtends op tijd klaar te zijn voor school. Een eenvoudig stappenplan op papier kan dan helpen. Een kind kan dan precies de stappen afwerken en raakt veel minder gestrest. Onderzoek toont aan dat mensen met autisme in de regel minder werkgeheugen hebben, minder strategie om te plannen en minder flexibel zijn in hun denkprocessen. Ook het automatiseren van handelingen verloopt vaak moeizaam. Dat noemen we allemaal problemen met de executieve functies. Wat wel mooi was, was dat we het filmpje begonnen en Ivo tegen mij zei, executieve functies, dat noemen wij thuis uitstelleritis. Oké.
Herken je dat? Ja, dat herken ik, want dat had ik ook. Oh, ja. Dus vroeger. Maar dat hebben veel mensen, maar niet... Dat hebben veel mensen. Nou, ik denk ook van, hè, als we nou deze filmpjes bekijken, dan heb ik ook altijd de neiging om te zeggen, hè, via neuropsychologisch onderzoek kan je dit soort problemen eventueel aantonen. Maar daarbij vind ik ook wel dat problemen met executief functioneren is ook wel het meest aspecifieke, hè, van de zaken die we hier hebben gezien. Want dat zien we ook bij ADHD. En überhaupt denk ik dat veel mensen moeite hebben met executief functioneren, met plannen, organiseren. Maar goed, we zien het inderdaad veel bij mensen met autisme. Ja. Maar dit zijn wel de drie aspecten, hè, de drie deelgebieden die heel duidelijk een beeld geven van wat er uiteindelijk in de hersenen gebeurt van mensen die autisme hebben. Ja, het is niet volledig, maar het zijn wel drie belangrijke onderdelen die ook veel van de problemen die mensen met autisme ervaren verklaren. Hè, en die ons ook heel erg helpen bij, oké, hoe moeten we mensen met autisme dan behandelen en ondersteunen? Hè, want zeker rond het executief functioneren is natuurlijk heel veel ondersteuning mogelijk. Nou, het is wel een mooie manier, denk ik, de afgelopen paar minuten, hoe wij hebben getracht om uiteen te zetten wat autisme nu eigenlijk inhoudt. Wat er dan uiteindelijk gebeurt in de hersenen van iemand die autistisch is. Tien jaar geleden kwam een DVD op de markt, gemaakt door producent Tijdcode. Ivo, een jongen met Asperger. En de wijze waarop Ivo vertelde over zijn autisme maakte heel veel indruk. Overal waar voorlichting werd gegeven over autisme, werden fragmenten van Ivo vertoond. Je zou kunnen zeggen dat hij een soort van boegbeeld werd voor iedereen met autisme. We hebben het er al even over gehad aan het begin van deze uitzending, maar laten we nu ook eens gaan kijken. Een fragment uit Ivo, de jongen met Asperger. Zitten en die zei, ik wil je iets belangrijks vertellen. Ik dacht van, wat is dat nou weer? En ik ging zitten en vertelde zij dus dat ik een afwijking had, Asperger dus. En ik dacht van, nou ja, dat wist ik helemaal niet. Nou ja, wat is dat eigenlijk, dacht ik. Maar ja, toen gingen we dus iets aan doen, want nu wist ik waardoor het allemaal kwam. Mijn ouders die dachten van, waarom doet hij zo? En die hebben het uiteindelijk uitgevonden aan de hand van aanwijzingen van hoe ik me gedroeg, symptomen eigenlijk, dat ik dus Asperger heb. Ik hou me liever aan feiten, omdat die duidelijk zijn. Dan hoef ik niet na te gaan denken van, ja, waarom zou iets zo zijn? En stel dat dat nou zo is, dan zou dit... Dat is ook wat irritanter, omdat je dan... wat te veel mogelijkheden. Dan moet je met te veel dingen rekening houden. Dan moet je allemaal dingen in je achterhoofd hebben van, bijvoorbeeld... als dat nou dat is, dan is dit dit. Op school is dat ook een van de moeilijkste vakken die je geeft, levensbeschouwing. Omdat je daar heel abstract moet denken, met meningen. Meningen die verschillen heel veel, waardoor ook veel te veel mogelijkheden ontstaan. Levensbeschouwing is dus een heel apart vak. Iedereen heeft een andere kijk op. En dat is ook heel moeilijk, omdat je dan allemaal dingen moet bedenken van, ja, hij vindt het stom omdat, of de ander zegt, hij vindt het leuk omdat bijvoorbeeld omdat het zoveel mogelijkheden heeft. Maar ik vind het dan niet leuk omdat er dan zoveel moet nadenken, zoveel moet onthouden. En dat is dan niet leuk. Feiten, dat is voor mij zelfs leuk om feiten te hebben, omdat je dan zo'n fijn houvast hebt. Want ik weet niet hoe je dat aanvoelt. Want het enige wat ik me een beetje kan voorstellen is wat anderen doen. Dus zeggen, gaat het? Dat is ook niet echt genoeg, heb ik gemerkt. Maar slimheid, dat is ook iets abstracts. Je kunt er dus in een bepaald opzicht slim zijn. Want ik ben bijvoorbeeld wel slim qua IQ, intelligentiequotient. Maar helemaal niet slim in emotioneel quotient, EQ. Dat is een nieuwe actueel onderwerp. Maar dat is dus het sociaal intelligentie. Maar daar ben ik dus niet goed in. Nee, klopt. Het is wel mooi, zoals je naar jezelf kijkt, Ivo. Nerd, zei je. Ik was gewoon een gigantisch nerd en dat ben ik van binnen nog steeds. Maar ik laat het gewoon niet meer zien. Waarom niet? Het is praktischer. Ik bedoel, om maar eens een voorbeeld te geven. Daar heb ik een bril op, hier niet. En dat heb ik gewoon gedaan omdat het praktischer is. Je wordt gewoon niet onmiddellijk beoordeeld, zodra iemand je ziet van, ah, daar heb je weer een nerd. Of daar heb je iemand die intelligent is of intellectueel of niet sociaal of zo. Daar zijn veel vooroordelen over. En hoewel ik daar prima mee kon omgaan, is het gewoon simpeler om niet direct al die vooroordelen te moeten bestrijden als je iemand ontmoet. En ja, ik vind ook, ja, het is gewoon handiger. Waar we naar keken was een periode uit jouw brugklas, hè? Ja. Hoe heb jij de middelbare school ervaren? Wat mijn autisme betreft? Ja. Ja, dat ging eigenlijk vrij goed. Wat mijn autisme betreft, zoals jij bent. Ja, weet ik, maar er zijn zoveel verhalen. Wat mijn autisme betreft had ik toen niet heel veel problemen. Ik had op een bepaald moment zelfs het idee, ik heb mild autisme. Omdat ik daar niet zoveel geconfronteerd werd met mijn autisme. En jij bent verbaal natuurlijk ijzersterk.
dat helpt je, toch? Ja, ja. Ik heb, de ene, ik kan goed presentaties geven, laat ik daarop houden. Dus ik had zelf daar dingen over gelezen dat mensen altijd zenuwachtig worden. En dat je niet uit je woorden komt, maar als ik genoeg van onderwerp af weet, dan vertel ik gewoon. En dan hoef ik niet te letten op hoe ik het vertel of over hoe ik ervoor sta. Dan raak ik gewoon helemaal meegevoerd in mijn woordenstroom. Maar die periode van de middelbare school was dus voor jou geen moeilijke periode? Nee, ik had zelf het idee destijds, ik werd op mijn 9e werd mij verteld dat ik autisme had. En toen had ik zelf zoiets van, oh, oké, ik zie wel hoe dat gaat. Ik zag het niet als een probleem of als, oh nee, ik heb autisme. Ik dacht toen vooral dat het een sociaal probleem was en dat het moeilijk was om vrienden te maken. Maar ik heb genoeg vrienden om er comfortabel bij te voelen. Dus jij ging vol goede moed en vol zeg maar met toekomst dromen naar de universiteit. Ja, ja. De middelbare school was niet echt een idee, had niet echt een idee gegeven dat het een ramp zou worden van het niveau dat het toen plaatsvond. Nee, want je vertelde zo straks dat je colleges ging volgen en problemen kreeg met het feit dat je 2 uur lang luisterde en keek in elk detail in je opnam, waardoor je doodmoe was na 2 uur. Mm-hmm. Heb je daar een manier voor gevonden om daarmee om te kunnen gaan op de universiteit? Niet op die manier. Natuurlijk, het is ook een verschil dat ik rechtstreeks in het diepe werd gegooid. Het niveau was natuurlijk erg hoog, maar ook de manier waarop het aangeboden werd is heel anders dan op een middelbare school. College is totaal niet hetzelfde als gewoon les krijgen van een docent die de tijd kan nemen en voor een hele klas staat die continu vragen op hem afvuurt. Maar het is vooral, was ook wennen. Ik bedoel, ik zit nu op het HBO en na een paar jaar ging dat een stuk beter. Het niveau is ongeveer even hoog, maar je bent gewoon en ja, het is beter te volgen. Ja, maar er is een vervolg gemaakt op die DVD, Jongen met Asperger, van Pieman. Naar student. Naar student, ja, mooi die Pieman. En dan zie je wel, we laten even een fragmentje zien, hoe moeilijk je het hebt gehad. Een fragment van die tweede DVD. Ik ben van plan naar de TU Eindhoven te gaan. En ik denk dat als dat lukt, en ik weet de universiteit af te studeren, dat ik dan een uitmuntende baan kan krijgen als researcher bij Philips of ASML of zoiets. Waarschijnlijk vanwege het tekort aan beta-mensen ook een goed betaalde baan, een interessante baan, een baan die bij mij past. Ik had het totaal niet verwacht, maar de universiteit is gewoon, in deze week in ieder geval, een enorme opstapeling van uren en uren en uren. Ik word er helemaal ellendig van. Het is een ellendige tijd. En ik heb er ook zo geen zin meer in. Het is echt veel. Het is helemaal niks. Het is echt niks. Het is vreselijk. Maar het is eigenlijk voorbij. We hebben de keuze gemaakt om er een einde aan te maken van het TU gebeuren. Het is gewoon niet de juiste onderwijsmethode. Educatiemethode. En dat vind ik best wel bitter, want ik had altijd al verwacht dat ik dit gewoon zou kunnen doen. Maar nu blijkt het dus niet te gaan. De dag voor nieuwjaar, toen sloeg het echt om. Toen merkte ik van de ene dag op de andere, merkte ik ergens in de middag van, hey, ik voel me weer goed. Dat was echt één moment waarop ik besefte, de invloed van de TU is weg. Donkerblond is niet. Ja, je maakt, terwijl wij kijken naar de DVD, grapjes hierover. Ja. Je becommentarieert jezelf. Maar het is wel vrij heftig wat je daar zegt. Hè? Want eigenlijk ga je met heel veel idealen ga je naar die TU Delft. Je droomt van een prachtige baan. TU Eindhoven. Je droomt van een prachtige baan. En op een gegeven moment moet je dus zeggen, ik red het hier niet. Was je ook op dat moment dan al je idealen kwijt en al je dromen? Niet alles, maar gewoon mijn hoofddroom van, ik werd als kind, zelfs toen ik 5 was, al de kleine professor genoemd. Dus ik had wel zoiets van, grappig en alles, maar ik hoop wel ooit echt een professor te worden. En dat heb ik in zekere zin toen moeten opgeven. In ieder geval de rechtstreekse weg daarnaartoe via de universiteit, die was toen niet meer toegankelijk. En het was als een klap in mijn gezicht. Zo. Zie je dat vaker bij kinderen met Asperger, veel verwachtingen, hoge IQ. Ja, nou ja, kijk, ik denk misschien een term die daarbij zou kunnen passen is dat mensen met autisme soms
problemen hebben met wat we noemen het voorstellend vermogen. Dus dat ze het moeilijk vinden om zich voor te stellen wat er van ze verwacht wordt als ze in een nieuwe situatie komen. Dat is natuurlijk ook ingewikkeld. En daardoor gaan er inderdaad regelmatig dingen mis. Hè. Zoals er wordt een opleiding uitgekozen die toch niet helemaal past. Ja, dat is heel kenmerkend. Aan de andere kant, soms vind ik dat ook weer niet typisch iets van het autisme. Want eigenlijk geldt het natuurlijk voor ons allemaal. Hè, dat we moeten ontdekken van ja, waar liggen onze grenzen? Wat kunnen we wel? Wat kunnen we niet? Wat kunnen we bereiken in de wereld? Alleen voor mensen met autisme kan er nog wel eens een groot verschil zitten tussen wat ze nastreven en waar ze uiteindelijk toe in staat zijn. Nou zei jij net, misschien niet via die weg. Ja. Dus moet het via een andere weg. Je zit nu op die HBO. Opleiding. Is dat de weg waarmee je uiteindelijk kunt komen daar waar je wilt zijn? Ik heb moeten accepteren dat het misschien ook niet het geval is. Ik heb geen enkele zekerheid meer over waar mijn leven naartoe gaat. Ik dacht toen ik met de TU stopte, ik neem een zijspoor. Ik heb toen ook die metafoor gebruikt. Ik heb een trein en ik kan niet meer het hoofdspoor volgen. Ik ga het zijspoor nemen en dan kom ik later weer terug. Ik verwachtte dat ik vanaf een HBO bachelor naar een universitaire master zou kunnen gaan en dan weer terug naar het niveau wat ik gehoopt had te kunnen volgen. Maar ook dat gaat niet door, want je moet bepaalde credentialen hebben of dergelijke om dat überhaupt te mogen. En ja, dat gaat niet. Ook op het HBO heb ik worstelingen en gaat het niet zomaar vanzelf. En hoe zie je dan nu op dit moment jouw toekomst? Niet echt. Ik bedoel, ik zit in een periode waarbij ik dat eigenlijk nog aan het uitvinden ben. Ik heb niet meer die droom van vroeger van professor worden. Ik heb niet eens meer de zekerheid dat ik überhaupt een baan kreeg zoals ik toen beschreven heb. Het is vooral hopen en proberen jezelf terug te vinden. Dus ja, een zoektocht is het. Merel, jouw zoon is 11. Als je dan naar dit verhaal luistert. Jouw zoon is gemiddeld intelligent, hè? Ja. Kunnen we zeggen. Ja, dat weet je natuurlijk ook nooit helemaal. Hè? Want het punt is, wat ik het moeilijke vind, is, en dat is wat door mijn hoofd ging toen ik jouw verhaal hoorde, is dat wij mensen met autisme door de onderwijsmethodieken laten gaan en de testen laten gaan en de methodes laten gebruiken die ontwikkeld zijn voor mensen die geen autisme hebben. De echte intelligentie en de echte talenten komen eigenlijk niet helemaal tot bloei. En dat zelf doen we overigens op werk. En dat is een van de dingen die wij bijvoorbeeld bij NS momenteel aan het doen zijn. Is dat we zeggen, hoe zorgen wij dat onze selectiecriteria en onze assessments ook geschikt zijn om mensen met autisme er doorheen te laten komen en hun echte talenten kunnen ontdekken. In plaats van doordat we eigenlijk met de verkeerde methodes die bij de een wel werken, maar met mensen met autisme niet, mensen eigenlijk al bij de poort tegenhouden. En wat ik het verdrietige vind eigenlijk aan het verhaal van jou, is dat jij hier nu zit en zegt, nou ja, ik weet het eigenlijk niet en ik ben al blij als ik überhaupt een baan krijg. En ik luister ernaar en ik denk, ben je nou helemaal gek? Je hebt ontzettend veel talenten. De wereld moet ervoor zorgen, en dat is het onderwijs, maar ook de werkgevers, dat ze jouw talenten tot zijn recht laten komen. En dat betekent dus dat er een andere onderwijsmethodiek moet zijn. CITO-testen misschien op een andere manier moeten worden ingericht. Les moet worden gegeven op een andere manier die veel meer geschikt is en die veel meer, bij wijze van spreken, denkt vanuit het autisme in plaats van uit de normale manier van denken. En dat is volgens mij een stap die gemaakt moet worden. Ja, en ook denkt vanuit talenten, denk ik. Hè? Exact, ik denk, exact. Ik denk Ivo heeft, denk ik, weet ik wel zeker, heel veel talenten. Hè? Maar voor die individuele talenten, zal ik maar zeggen, ja, daar krijg je geen diploma voor, bij wijze van spreken. Hè? En dat diploma heb je vervolgens weer nodig om in onze maatschappij een bepaalde plek of een bepaalde functie te bereiken. Maar goed, hoe zou de NS dat dan kunnen aanpakken? Doen jullie daar dan iets mee? Wat wij als NS momenteel aan het doen zijn, en dat is in het beginstadium, is een aantal pilots waarbij we zeggen, we gaan een job carving doen. Dat betekent dus dat je functies, niet een standaard functie voor iedereen hebt, maar dat je gaat kijken, wat is het talent van het individu en hoe kan ik die functie daar geschikt voor maken? Dat geldt voor mensen met autisme. Zou dat dan bijvoorbeeld betekenen dat je heel goed bent in IT-testen, maar dat je digitaliseren of research and development, maar dat je niet dan, dat er dan niet wordt gezegd, ja, maar dan moet je ook degene zijn die
die ook nog de leidinggevende is, bijvoorbeeld, want je bent zo goed in je vak. Of die de presentaties moet geven. En dat denken, dat je veel meer vanuit het talent gaat denken, dat is volgens mij iets waar bedrijven heel veel aan hebben. En hoe bereik je dan de mensen die autisme hebben? Ja, betekent dat je aan de selectie, dat betekent dat je in de selectie, dit is als ze al binnen zijn en de vraag is hoe krijg je ze binnen? Nou, dat betekent dat je, we hebben bijvoorbeeld nu voor onze machinisten, hebben we speciale assessments. Daar hebben we nu mensen bij zitten, psychologen bij zitten, die gespecialiseerd zijn in het herkennen van mensen, van de kenmerken van autisme. En die kijken dus naar, wat zijn de sterke kanten van deze kandidaat en zou die met haar of zijn vorm van autisme, zou dat kunnen werken in de baan van machinist. En daarmee ga je dus voorkomen dat iemand al bij de voordeur eigenlijk buiten de deur valt. En zo proberen we op allerlei manieren, zowel bij de selectie als bij de functie zelf, als in de begeleiding van de functie, het meer autisme vriendelijk te maken. Maar komt er dan ook een pagina, een grote advertentie, de NS zoekt autisten? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar dat zou best kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor IT en voor testen zie je natuurlijk nu ook al gespecialiseerde bedrijven die dus alleen maar mensen met autisme aannemen. En die dus bemiddelen voor bedrijven in de, bijvoorbeeld voor digitaliseren of IT-testen. Dat zie je, dat zijn echt gespecialiseerde werkgevers. En rekenen jullie zelf er dan ook uiteindelijk op af? Hè? Dat je over een jaar kijkt, we hebben zoveel mensen die specifiek voor die job geschikt zijn, maar die bijvoorbeeld autistisch zijn. In de zin van... Je praat als directielid van de NS, ja. Maar je bent ook vicevoorzitter van de NVA. Dus ik kan me voorstellen dat je dat heel graag samen ziet. Dus dat je ook echt wil zien dat er bij de NS straks een percentage autisten werkt. Ja, nou ja, wat wij doen is, we hebben in ons diversiteitsbeleid verschillende doelgroepen waarvan we zeggen, daar willen we veel meer mensen van hebben. Want die hebben talenten die wij nodig hebben. En één daarvan zijn, wat wij dan noemen, de mensen met speciale talenten of bijzondere talenten. Die wat meer afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En dat betekent dat wij daar ook, en we worden geholpen zeg maar, door de initiatieven van deze regering, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ook echt aan de bak te krijgen. Dat we daar dus ook een representatief deel van willen hebben in onze werknemersbestand. Dus ja. Maar ik zie de grapjes al wel voorbij komen. Want ik denk dat alle NS-treinen straks helemaal echt op tijd rijden. Als we allemaal IVO's in dienst hebben, of niet? Ja. Ik denk het wel. Nou, de tijd vliegt. Dus we zijn eigenlijk door onze tijd heen. Dus we moeten gaan afronden helaas, want er liggen er zoveel vragen op tafel. Maar die worden ongetwijfeld beantwoord door de gasten uit uitzending 2 tot en met 5. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier, Ivo, Merel en Matt. 1 april, tweede pasdag, dat was deze eerste uitzending in de week van autisme van Autisme TV. De agenda voor wat er allemaal in deze week van autisme te doen en te vinden is, kun je vinden op de website www.autismeweek.nl. Nou, je kunt ons ook volgen via onze Facebookpagina, Twitter, LinkedIn. Je kunt rechtstreeks via de homepage van Autisme TV naar deze social media. Dus ik zou zeggen, like ons, volg ons, wijs anderen op onze uitzending. Morgen de tweede uitzending valt op Wereld Autisme Dag. Dus een speciale uitzending, denk ik. Het thema is aan de slag. Nou, dat volgt heel erg mooi op waar we hier de uitzending mee geëindigd zijn. Aan de slag. En dan hebben we het over het vinden van werk, betaald of onbetaald. De uitzending begint om 8:30. En deze eerste uitzending is vanaf morgen via ons archief opnieuw te bekijken. Dus als u iemand kent die je moet zien, stuur even een mail en verwijs naar onze website. www.autismetv.nl. Dan heb ik tot slot ook nog één mooie kijktip. Om 10:50, dus dat duurt niet zo lang meer, een prachtige documentaire, De Magie van het Brein, gaat om een uitzending van Labyrinth van de VPRO, waarin 2 reportages te zien zijn over het Human Brain Project. En in dit project wordt een volledige computersimulatie van het menselijke brein gereconstrueerd, zodat bijvoorbeeld autisme op een
andere manier kan worden bestudeerd. En eind januari 2013 is bekend geworden dat het project subsidie krijgt, dus het wordt voortgezet. Dat is mooi. De magie van het brein te zien op HollandDoc om 9:50 en via de website van HollandDoc of via de televisie als u het kanaal kunt ontvangen via uw eigen televisie. Voor mensen, zoals ik in het begin van deze uitzending al zei, die behoefte hebben om te praten, is er nu een telefoonteam bereikbaar tot een uur na deze uitzending. Telefoonnummer is 026-3333, dus 4x3 037. Nou, ik zeg graag tot morgen en sluit af. Dat zullen we de komende week sowieso elke dag doen met de rubriek Mijn Talent. En wie vinden we vandaag in die rubriek? Wel, David. Ik kijk altijd gewoon heel goed naar hoe alles zit en zo. En ik probeer het altijd zo goed mogelijk in te prenten. En dan kan ik het wel tekenen meestal, als ik goed mijn best doe. Dit zijn verschillende soorten wespen. En hier een hoornaar. En hier is een Gallische wesp en een Saksische wesp. En een gewone wesp, een Vespula vulgaris. Ja, ik hou erg van ordenen, van dingen rangschikken en bij elkaar zetten en zo. Dus dat is dit uitgelezen moment. Want dan kun je hier al die vogels en zo, al die soorten bij elkaar zetten en ook die details en zo, informatie erin verwerken. Dus dat is wel leuk. Ik vind mensen op zich altijd wel leuk om te tekenen, maar ik teken ze nooit eigenlijk in stripvorm. Ik teken ze altijd als ze gewoon realistisch zijn, als portretten. Niet echt zoals bij die oorlogstekeningen dat ze in dorpjes echt met geweren in hun hand lopen. Dat doe ik gewoon dieren. Bijvoorbeeld de Duitse SS'ers, dat waren van die gemene, gladde, koelbloedige mannetjes. En dat zijn dan padden in mijn tekening. Er was een boek in Amerika en die heeft allemaal kunst van allemaal mensen met autisme over de hele wereld. En daar stond ook een tekening van mij in. En toen hadden ze dat in China volgens mij gezien. En toen wilden ze hadden ze ons uitgenodigd om dat ik daar een expositie kwam geven. Ja, het was echt geweldig, want het was in de grootste gallery van Beijing. Dus, en daar hingen echt allemaal werken en zo. Het was wel heel gaaf om dat daar te zien. Ik hou sowieso gewoon erg van dieren en zo. Ik vind het altijd mooi om te zien. En dan kijk ik daarnaar. En dan heb ik altijd het idee van, dat wil ik als het ware mijn eigen maken. Ik wil zeg maar ook iets met die dieren gaan doen. En dan ga ik dit zo tekenen. Dat vind ik leuk.